Yassine Blom, vandaag hier de vierde kwalificatiewedstrijd al voor de Belgian Red Flames richting Zwitserland. Jullie hadden gewonnen in Tsjechië. Dat was al een voordeel, denk ik, om deze match te beginnen. Maar jij ziet het dan van op de bank. Jullie komen 0-1 achter en je moet dan invallen. Wat denk je dan? Ja, volle gas vooruit. Ik denk op dat moment is het gewoon volle focus en gewoon proberen om zo snel mogelijk die goal te maken. En ik heb er altijd in geloofd dat het wel goed ging komen vandaag. En ik denk dat we uiteindelijk één goaltje hebben gemaakt, maar dat er meer in zat. Ja, want het lukte vroeg voor jou. De voorzet van Gilliansens, die ook ingevallen was, met het hoofd dan. Mooie goal. Ja. En dan, je zou ook nog dat uiteindelijk een speelster van Tsjechië de rode kaart krijgt, waardoor dat zij met 10 komen te staan. Hè? Ja, ik denk, ik werd gewoon licht geraakt, maar... Je was op weg naar het doel, hè? Ja, klopt. Dus ik denk dat het wel gewoon een rode kaart was op dat moment. Jammer dat er geen goal uit verder is gekomen. Ik denk dat er wel nog een actie daarna kwam, dat de bal bij Justine kwam, die ook net overtrapte. Mm-hmm. Dus dat is wel jammer. Ja, en hoe kijk je nu naar het vervolg? Er volgt nog Denemarken en dan, je mag ook nog naar Spanje. Stadion van La Coruña is gemeld aan de zee, in het strand. Wat denk je daarvan? Ja, twee zeer sterke tegenstanders, dat weten we natuurlijk. Maar wij zijn natuurlijk ook een heel sterk team. En ik denk als we allemaal samen ervoor gaan vechten, dat er zeker mogelijkheden liggen. Oké, ik dank je. Veel succes. Dank u wel.